Brenet dan maar. Tuurlijk, Brenet! Reboundje, paal! Weer paal, het is niet te geloven. Welkom jongens bij Koning FIFA, het is weer tijd voor Ultimate Team. Ik ga challenges uitvoeren. Ik probeer natuurlijk met mijn battle team divisie 1 te halen. En onderweg probeer ik challenges te halen. Bart Ramselaar van FC Utrecht stuurde me een hele leuke in. Beste Koen, bij deze daag ik je uit om met mijn speler 2 doelpunten te maken in de eerste helft. Succes. Dat ga ik proberen. En heel veel van jullie zeiden tegen mij, zet Beugelsdijk in de spits. Ga met Beugelsdijk scoren. Onder andere Roy FIFA NL. Dankjewel voor die challenge. Ik ga Beugelsdijk in de spits zetten. Ik wil met hem scoren. Dat gaan jullie vandaag zien in Koning FIFA. De challenge voor deze week. Natuurlijk, Beugelsdijk die moet scoren, dus die ga ik in de spits zetten. Dat betekent wel dat er natuurlijk iemand moet worden geslachtofferd. En dat wordt voor nu denk ik eventjes. Darry Limbom is natuurlijk nieuw. En die wil ik er wel in hebben. Die gozer heeft echt geen schijn van kans, jongen. Kom maar, Limbom, ben helemaal vrij. Lekker 1-2'tje Ramselaar. Limbombe doorgelopen, achterlijn gehaald. Kom maar, wie is voor de goal? Limbombe terugleggen. Dit wordt hem de belt. Van de lijn gehaald. Beugelsdijk stond ook nog helemaal vrij, tweede paal. Dom jongen. Had ik meteen de challenge kunnen halen. Maar er nog. Schot gekraakt. Nou, je weet gewoon dat je wel altijd nog 1-0 moet maken. Anders dan, kan die tegenstander altijd nog weer gevaarlijk worden. Maar ja, die gast heeft gewoon nog geen schijn van kans. Ik ga gewoon proberen die challenges lekker te halen, Beugelsdijk. Wat is dit nou weer? Voor, jongen, wat doe je? Terugbikkelen. Ah, dit meen je niet, jongen. Wat doet hij voor daar nou? We moeten scoren. 4-3, dat moeten we uitspelen, Maher. Asiente is mee. Hij gaat daar diep. Limbombe is dat. Limbombe. Kon je erbij? Gozer. Open goal gewoon eigenlijk dit, hè? Komt goed. Ramsla heeft niet eens meer een rood balkje, gewoon helemaal niks. Veldwijk, Beugelsdijk, doe het. Veldwijk, jij dan. Sterker, kom op. Pegel! Nou, dat is niet echt een pegel. Ik ga gewoon verliezen, jongen. Gewoon verloren. Ongelooflijk, dit zieke kansen. Bal op de paal, bal van de lijn gehaald. Mag niet zo wezen. Ja, daar word ik bloedlink van. Hoe ik ook verlies, ook al verlies ik op zo'n manier. Met geluk en dat ik weer probeer met Beugelsdijk in de spits te gaan winnen. Dat is ook eigenlijk misschien veel te dom. Beugelsdijk nu gewoon in de verdediging. Ik probeer met mijn score als ik 1-0, 2-0 voor sta. Dat ik gewoon 1-2'tje aanga met Beugelsdijk. Vol naar voren of een corner of een penalty. Maakt allemaal niet uit. Gewoon scoren met Beugelsdijk is goed. Maar winnen blijft natuurlijk het belangrijkste. Dan maar deze pot. Hij heeft Di Maria aan een leen spelen. Voor de rest gewoon echt een dramatisch team. Dus ik moet deze gast gewoon oprollen. Kom op, man. Ramselaar. 1-2'tje. Maher. Veldwijk. Oh, wat is dat voor dramatische bal, Maher. Moet toch gewoon kunnen. Ramselaar. Schitterend. Brenet dan maar. Tuurlijk, Brenet! Reboundje. Paal. Weer paal. Het is niet te geloven. Weer totale dominantie. De kansen worden al gecreëerd. Nu weer de paal. Nou, komt goed. Oh, Ramselaar had hij toch zijn eerste doelpunt kunnen maken al voor rust. Heerlijke aanval. Keeper staat helaas net in de weg. Ja, die Ramselaar is wel goed hoor. Maher. Tuurlijk, wegdraaien. Schiet de Ramselaar 1-0. Tuurlijk, Bartje Ramselaar, daar is hij. Met zijn eerste. Ik heb nog 17 minuten om zijn tweede te maken. Dan heb ik meteen de challenge binnen. Maar eerlijk gezegd, het belangrijkste is nu gewoon even om te winnen. Want verliezen, dat ga ik niet meer doen. Nu ga ik me gewoon even met de challenge bezighouden tot de rust. Proberen met Ramselaar te scoren. Ramselaar net niet te langs. Bal nog steeds in bezit. Darry. Brenet. Veldwijk. Waar is Ramselaar? Dit is Ramselaar. Ramselaar, tuurlijk. Voor zijn rechter. Ramselaar. Oh. Net niet. Ramselaar. 1 minuut blessuretijd. Dan moet het nu gebeuren. Darry is weg. Is sneller dan Garcia, lijkt me toch? Ja, Darry naar binnen. Darry. Ramselaar nu weg uit buiten spelpositie. Veldwijk, Ramselaar, dit moet hem zijn! Lange hoek! Oh. Ah, zonde.
Challenge net niet binnen, maar het gaat goed. Die gozer heeft echt geen schijn van kans. 1-0 voor. Kom op. Zo. Beste goal van Navarone voor. Aanname is goed. De kap is snel en het schot met links heerlijk in de kruising. 2-0 voor de koningin. En dat betekent eigenlijk dat ik me nu even kan gaan focussen op die tweede challenge. En dat is scoren met Beugelsdijk. Want de overwinning ga ik niet meer weggeven. Dat kan ik je nu al beloven. Hier, Beugelsdijk. Gewoon een 1-2'tje aanvragen. En dan gaat hij nu naar voren. Je ziet hem al rennen. Even die bal vasthouden. Beugelsdijk blijft rennen. Kijk hem diep gaan. Beugelsdijk, daar is hij. Maar ja, nu nog de verdediging door. Beugelsdijk naar binnen. Niet altijd best verdedigd natuurlijk. Beugelsdijk, doe het. Die kap. Nog een keer. Ah, Beugelsdijk. Beugelsdijk lang hoog. Penalty. Ik kwam hij toch even goed mee naar voren. Jongens. Zieke goal. Hele zieke goal. Ik probeer Beugelsdijk weer naar voren te sturen. Het gaat in de aanval fout, in de opbouw. Limbombe. Zo, wat een goal. Anthony Limbombe. Hij scoort in zijn eerste, niet in zijn eerste, maar in zijn tweede wedstrijd. Toch maar even in de spits zetten. Oh, hier is helemaal kapot ook trouwens. Daar moet ik natuurlijk ook weer op gaan letten. Beugelsdijk, laatste 6 minuten in de punt van de aanval. Oh, dit meen je toch niet? Beugelsdijk tegen de lat. Hij draait zo lekker weg, de dragback naar achter. En het schot op de lat, niet te geloven. Rupper, Darry. Veldwijk, waarom is het Beugelsdijk nergens? Hier staat Beugelsdijk. We gaan hem even richting de eerste paal geven. Daar staat die Beugelsdijk. Eerste paal. Kopt hem naast. Twee grote kansen met Beugelsdijk, maar het mag niet zo zijn. En dus de challenge is nog niet gehaald. Oh, oh, oh. Of toch nog, Beugelsdijk. Of toch nog. Beugelsdijk moet naar zijn rechter. Jammer. Toch naar zijn rechts. Ja. Volgens mij wel. Oh no! Wij gaan de laatste pot spelen. Ik moet die twee challenges gewoon gaan halen nu. Of scoren met Beugelsdijk, of 2 goals met Ramselaar voor rust. Dat zou toch heel lekker zijn. En winnen, het allerbelangrijkste. Dat verliezen, die eerste pot. Ik stel jullie teleur, ik stel mezelf teleur daarmee. Dat gaat niet vaak meer gebeuren hoor. Het was ook wel een ongelofelijke samenloop van omstandigheden. Paal raken, bal van de lijn gehaald. En hij, ik geef 1 domme kans weg omdat ik met Beugelsdijk naar voren wil. En hij maakt het natuurlijk goed af. Maar dan moet je het wel beter uitspelen. Die bal goed terugleggen. Hier is Rubio Rubin, die weer wat speeltijd krijgt. Oh, wat een goal! Rubio Rubin zeg! Voetrolletje, even goed klaarleggen en dan het schot. Bewijst hij hiermee dat ik hem vaker op moet stellen? Misschien wel. Wat een heerlijke goal zeg! Dit zie ik Beugelsdijk in de spits niet doen. Ik moet ook gewoon nu gaan scoren, anders dan gaat de challenge hem gewoon weer niet worden. Maher. Er zit nog steeds Ramselaar daar, met nummer 22, denk het wel. Ja, dit is Ramselaar. En dan? Veldwijk, Ramselaar, dit moet hem zijn. Oh, dit is Rubin! Kut! Kut! 22, oh, 22, 23. Die rugnummers lijken te veel op elkaar. Nou ja, 2-0. Dat is lekker. Ik dacht oprecht dat het Ramselaar was. Balen. Die Rubio Rubin. Ik moet die gozer vaker gaan opstellen, geloof ik. Hier, Rubio. Kijk, het is volledig, vol diep. Rubin, uitstekend. Waar is Ramselaar nu? Hier, ja, dit is hem. Ramselaar, doe het. Korte hoek, jongen. Corner. Ramselaar is niet te doen. Hij heeft ook blauwe schoenen, toch? Oh, nee, hier. Ramselaar, 1 man kwijt. Tweede niet. Heldwijk. Ramselaar. Oh, dit is wel een hele lekkere goal, hoor. Weer 1 goal voor rust. Zei die eigenlijk in 1 wedstrijd bij zijn challenge? Of zei die van, ik wil dat jij 2 goals met mij maakt voor rust? Dat heb ik nu wel gedaan. In 1 aflevering, maar niet in 1 wedstrijd. Weer een prima goaltje. De dragback, jongens. Gaat 3-0, gaat hij weg? Hij gaat weg. Lekker. Scheelt me weer tijd. Dat vind ik altijd zo lekker, hè? We hebben gewoon weer 3 punten bijgeschreven.
Adios, amigo. 3-0, Rubio, Rubin en twee keer Ramselaar, jongen. Of één keer Ramselaar, twee keer Rubin. Ik had nog 1 minuut, hè. Ik had gewoon nog kunnen scoren eigenlijk met Ramselaar. Oké, jongens, dat was hem. Challenges niet gehaald. Balen van die eerste verliespartij. Ik was met Beugelsdijk super dichtbij. In die derde pot kan ik gewoon nog een hele tweede helft eigenlijk Ramselaar doen om met Beugelsdijk te scoren. Maar hij laat het me niet. Hij drukt hem gewoon weg. Normaal ben ik er blij mee, maar nu niet. Ramselaar, fijne speler. Het ging heerlijk. 2 goals. Maar niet in 1 wedstrijd. Die challenge moet ik wegstrepen. Volgende keer nieuwe challenges. Blijf ze vooral insturen. Ik heb er ook nog eentje binnengekregen van een profvoetballer. En daar ga ik de volgende keer mee aan de slag. Yo, Koen. Ik daag je uit om met mij als keeper mee naar voren te gaan en een doelpunt te scoren. Succes. Jongens, bedankt voor het kijken. De challenge van Beugelsdijk ga je volgende week zien. Net als die van Rome. Ik hoop jou weer terug te zien bij Koning FIFA. Abonneer op het kanaal. Adios.